IBRIM is een stichting waar we ons richten op het behoud van bedreigde Afrikaanse zoogdieren. Het dwergnijlpaard is een hele onzichtbare soort in Tai National Park. En het is dus voor ons heel moeilijk om meer te weten te komen. Waar zitten ze? Hoeveel mannetjes en vrouwtjes zijn er? Dus we moeten ze echt gaan lokaliseren. En om dat te kunnen doen, hebben we bedacht om een speurhond in te gaan zetten. Hier in Diergaarde Blijdorp hebben we een aantal samples verzameld van onze vrouwelijke dwergnijlpaard Evelien. Dat hebben we gedaan door mest te verzamelen. We hebben ook het badwater waar zij in ligt, hebben we monsters van genomen. Om zoveel mogelijk geuren van ons dwergnijlpaard te verzamelen. Nou, Boyd is eigenlijk speciaal geselecteerd om dit werk te doen. Hij heeft heel veel drift om als werkhond te werken. Hij is gek op zijn balletje. Dus we hebben ook een combinatie gemaakt doordat eigenlijk de dierenverzorgers hier mest hebben verzameld en huidschilfers van het dwergnijlpaard. In combinatie samen met zijn balletje heeft hij een associatie gelegd van als ik dwergnijlpaarden ruik, krijg ik mijn beloning. Hij gaat zoeken op de, voorkant van de boot en hij beweegt als een kompas in de richting waar het dwergnijlpaard zit. Onderzoek is en blijft een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Verder is het onze ambitie dat in de toekomst het grootste gedeelte van het onderzoek dat wij hier doen in Blijdorp direct toepasbaar is voor natuurbehoud wereldwijd. En dit project is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus wij zijn ontzettend trots dat we hier aan mogen bijdragen. En we gaan zeker voor een mooie langdurige samenwerking met IBRIM.